Vanaf deze week ligt er weer verse, echte Hollandse waterkers in de winkels. Dus we gaan wat maken met waterkers. Maar trouwens, als je dat dan doet, hè, wil je eraan denken dat dit net zo gezond is als dit. Dus je eet alles, hè. Wat gaan we maken? Natuurlijk het allersimpelste wat er is, gewoon een broodje. Want wat is er nou lekkerder dan een broodje kaas met waterkers? Daar heb ik voor gebruikt. Walnootolie, wat edik. En deze is met gember. Dus fantastische ondertoon. Hier is een beetje most. Dus met uit druivensap gemaakt. Dat klop je gewoon lekker rond. Dat is je basis en daarop kun je stapelen. Een mooie kaas moet je hebben. Ik heb Beemster kaas gebruikt. Een lekker broodje met veel nootjes erop. Een beetje tomaat. En natuurlijk de peper. Die komt uit Nepal. Dat is geweldig. Dat is eigenlijk een Chinese peper. Groeit alleen maar in Nepal. Het is nog de vraag of die er nog groeit na die grote ramp daar. En die smaakt fantastisch. Citrusgeuren. Nou ja, en dan zie je het wel. Op een gewoon broodje kaas. Heerlijk.